Spelbos, gehinderd door Sprangers. Jan Peters. Peters, ingeschoten, ja, goal. In de rebound. Ronald Spelbos. Het werk was natuurlijk voor Peters. Toen stond er nog een verdediger van NAC op de doellijn. Maar toen werd de bal direct gespeeld in de voeten van Ronald Spelbos. En die haalde uit. En na precies een half uur spelen staat AZ op een 1-0 voorsprong. Vrije schop Peters. En prachtig ingetopt. Heel erg mooi. Door Hugo Hovenkamp. Peters gaat u nog eens naar kijken. Van hem kwam de trap. Hovenkamp helemaal vrij. Kon zijn hoek uitzoeken en scoort. En brengt in de 32e minuut de stand op 2-0 voor AZ. Nou, een aantal fouten van heb ik bij jou daar. Kijkt u er nog eens naar, hoe is het mogelijk dat dat een doelpunt kon worden? In ieder geval scoorde Tol, dacht ik. Niemand had erop gerekend, Tol waarschijnlijk ook niet. Die bal ging langs 3-4 spelers van NAC. Niemand stak een voet uit. En dat deed toen doelman Frits van Zijt iets ook maar niet. En AZ komt op een 3-0 voorsprong. Diepte in sprinten en daar heeft NAC in die verdediging geen antwoord op. Peter Arends. Peters, opspel voor buitenspel. Zo is het geen buitenspel. Erg goed. Peters dan breed leggen. En dan een doelpunt. Ongelukkig doelpunt. Wel knap werk van Jan Peters. De man die hem aanraakte, dat was die nummer 12, Ton Lokhoff. Maar gaat u nog eens naar kijken. Snel opgezette 1-2 met Niga. Peters ging door, gaf die bal toen breed. En daar stond Lokhoff en die schoot die bal langs zijn eigen doelman. Betekent dat AZ voorstaat na 8 minuten in de tweede helft met 4-0. Reinders. Ja, dat moet nu op Tolen natuurlijk heerlijk voetballen zijn voor die AZ-spelers. Die om de havenklap naar voren kunnen gaan. Praktisch geen dekking hebben. Alle persoonlijke duels winnen. Peters, zomaar eventjes op Arends. Niemand reageert er meer op in die achterste lijn. En dan is het een doelpunt. Nou, hier wordt verteld dat Pier Tolm scoorde. Ik dacht heel eventjes aan Jos Jonker. Maar in ieder geval was het een hele aardige goal opnieuw van AZ. Wij schrijven hem op naam van Tol en het... Blijkt nu dat AZ lijkt met 5-0. Jos Jonker. Peters op Nygaard. Kijk, zo mag je die bal aannemen en rustig gaan pasen. Jonker. Buitenom gaat Hovenkamp. Opnieuw Nygaard. Reinders. Peter Arends. Buitenom, dat kon iedereen aanzien komen met God. Tol! Oh, joh, wat een prachtig doelpunt. Jongen, dat moet u nog eens gaan bekijken. Misschien wel twee keer, zo mooi was hij. Met God ging daar op rechts. Tol stond daar klaar en pakte die bal direct op zijn slot. Een prachtige volley. En AZ leidt met 6-0 na zo'n 35 minuten spelen in de tweede helft. Wat een prachtig doelpunt van Tol. Breed. Waslander misschien van dichtbij. En dan is er al lang gefloten. Dus de goal van deze nummer 15. Sprangers telt niet. Ja, telt wel, zegt scheidsrechter. De meer zat daartussen. Nygaard. Aangetikt. Maar voordeelregel, aangetikt door Stevens. Tol. Eerste duel, Tol, Wildschut. Peters, kans. Net naast, Jan Peters. Goed. Bovendien Tol vrij op links. Tuurlijk, daar komt Kist. En daar ligt Doesburg. Nygaard richting Peters. Knappe paas. Schitterende paas. Jan Peters tegen het paal. Doesburg voor de lijn. Prachtige actie. Het heeft lang geduurd voordat Christen Nygaard er was. Maar hier was hij dan met die schitterende paas ineens op Jan Peters. Mooiste moment in de wedstrijd. Doesburg kon het voor de lijn allemaal nog tegenhouden.
Feyenoord waant met die 0-0 stand. Dat ook voldoende vindend, omdat het misschien weet dat er toch altijd wel één moment zal komen waarop bovendien zelfs nog de volle winst wordt binnengehaald. Nygaard, hij probeert het dan en was er dus ook inderdaad dichtbij. Winst voor Arns en geen gevaarlijk spel in dit geval. Peters. Fout bij Wildschut, daardoor de mogelijkheid voor Tol. Dan is dat dan de beslissing. Tol houdt knap lang die bal bij zich en doet dat beheersend goed. Want dat betekent het succes daarna. Het vasthouden van die bal, wat Pierdol daar doet. Daarna kan hij vrijkomen, helemaal los. En dan scoort hij. Na een fout van Piet Wildschut is het in de 24e minuut de kans voor Pierdol. En het binnenhalen van de buit door AZ. En weer zo'n kenmerkend moment eigenlijk voor PSV in deze wedstrijd. Veel goede wil, veel inzet, maar ook wel eens foutjes. En hier weer een bij Wildschut. Voor de tweede keer Tol. Ja, het kind kan voetballen. En maakt het zo helemaal af. Nadrukkelijk bewijzend wat hij kan, ondanks de harde trap van Huub Stevens. Maar AZ gaat daar Tol halen, terwijl Hovenkamp bij Stevens vraagt waarom was die trap nog nodig. Stevens, die kon er niets meer aan doen toen Tol heel erg wilde bewijzen dat hij ging scoren. Kwam Stevens daar nog op in en zo krijgt Korver het ineens lastig. Korver die naar zijn grensrechter Klint gaat om te vragen wat daar dan allemaal verder nog gebeurde. Dat moet toch duidelijk zijn geweest? Niet gezien, nee. Dat is een veilige oplossing voor Huub Stevens, die zich met al te zeer liet dollen. Na de tweede fout van Piet Wildschut, waardoor Tol verder kon en 2-0 scoorde. Treitel op Kist, Nygaard. Goeie bal, valt terug bij Weltsel. Die speelt Van de Kerk of zo uit. En dan gaat hij nog scoren. Nee, dat laat hij over aan Jos Jonker. Maar het is wel weer raak. Weltsel geeft aan. Jos Jonker scoort. En AZ brengt de stand in de 42e minuut van de wedstrijd van de tweede helft op 3-0. Royaler kon het allemaal niet worden aangegeven in Eindhoven. AZ zit terecht hoog op de troon. En dit zijn de spaarzame momenten dat Excelsior de kansen moet grijpen door wat mensen in het 16 meter gebied te sturen. Ridderhof. Hajiman en Jong. En een schitterende goal. Het is Frans Struis. Het is Hajiman die de bal voor de goal brengt. En Frans Struis, de routinier. Kopt de bal langs Andy Treitel in de 21e minuut van de wedstrijd. 1-0 voor Excelsior. Richard van der Meer. Voort het op maat. En ik denk dat het een eigen doelpunt is van Joop van Dalen. In de 40e minuut van de wedstrijd. Lange voorzet van Richard van der Meer van de rechterkant. En Jos Jonker brengt de stand op 1-1. Cornerbal, de 8e minuut van de tweede helft. Jonker. En Koert Welsel. Cornerbal, Jonker schiet in. De bal die komt onverwacht voor de voeten van Koert Welsel. En zulke kansjes die benut deze Oostenrijker altijd zeer koelbloedig. 1-2 en er zijn 8,5 minuten gespeeld. Nygaard, Tol en een goal. Hoekschop Arndt, Nygaard verlengt de bal, Tol vrij en Van Munt kansloos.